dinsdagmiddag werd op de Straatbrechtse Heide nog steeds hard gewerkt om de heidebrand die vrijdagmiddag ontstond te blussen. Ja, de brand lijkt onder controle, daar krijg ik dadelijk uitsluitsel over. Op dit moment hebben we nog overal vuurhaardjes zitten. We zijn druk bezig. Er zijn 4 brandweerwagens in het veld met waterstralen aan het blussen. En er is 50 man defensie ook, die helpen ons met schoppen en vuurzwepen. Er zijn ook nog een aantal mensen van Staatsbosbeheer in het veld. Die verkennen vooral de hei, het gebied wat verder weg ligt voor ons. En wij zijn voornamelijk in het bos bezig. Niet alleen korpsen uit de regio zijn de afgelopen dagen bij de bestrijding van de brand betrokken geweest. Ook korpsen uit Gelderland, Limburg, Twente en Utrecht hebben assistentie verleend. En is dat dan toch een beetje de droom van de brandweerman om hier te mogen blussen? Voor elke brandweerman is het natuurlijk hartstikke mooi om dit een keer mee te maken. Maar als je ziet wat dit teweeg heeft gebracht, dan is het voor mensen en dieren niet altijd prettig om te zien wat er met dit bos is gebeurd. Dus dat vinden wij eigenlijk wel wat minder. Voor mij was het meest indrukwekkende het overgang van het donkere naar het licht. Dus wij hebben van de nacht naar de dag gewerkt. En wat je dan 's morgens ziet bij daglicht, daar heb je 's nachts zomaar geen notie van. En dan één keer sta je, dan denk je van zo, dat is heftig. De politiehelikopter van de KLPD maakt dinsdagochtend luchtopnames van het gebied. Met de infraroodcamera van de helikopter kon de politie aan de brandweer op de grond precies aangeven waar zich nog ondergrondse brandhaarden bevonden. Op de grond kon de brandweer vervolgens met hittezoekers bepalen of de ondergrondse branden uit waren. De brandweer hoopt de klus voor de halve finale Nederland-Uruguay te klaren. Of we dat redden, dat is niet zeker. Dadelijk om 3:30 weer een overleg en dan moet blijken hoe het gaat. De brandweer zal de inzet rondom de wedstrijd wel tot een minimum terugbrengen, mits de brand niet opnieuw oplaait.